We zijn al vanaf het begin betrokken bij Energie Dordt. Het is begonnen toen we naar een lezing zijn geweest van Jan Rotmans bij FC Dordt. Nou, eigenlijk geïnspireerd natuurlijk door Jan en ook door het verhaal van Leon zijn we toen ingestapt. Maudik was al sponsor. Alleen toen hebben we ook de uitdaging opgepakt om mee te doen aan de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Nou, ik volgde Jan al een tijdje en dat was daar de mogelijkheid om een keer met Jan te praten. Vervolgens is Jan ook hier een keer geweest voor de interview en voor lezingen. Eigenlijk is dat het mooie eraan, hè? Dat je bij het Energiek Dordt ook in aanraking komt eigenlijk met andere mensen, andere specialismes, andere bedrijven. Dus je vergroot eigenlijk je netwerk en allemaal rondom waarde creëren. Dus niet nou ja, zozeer geld verdienen, maar eigenlijk elkaar leren kennen om mooie dingen te kunnen doen samen. Ja, de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Ik vond het echt een fantastische avond. De aanloop ernaartoe was ook heel leerzaam. Om mensen samen te brengen, zaken te regelen. Binnen Maudik zijn altijd mensen heel enthousiast. Dus we hadden gelijk een aantal elektrische bussen geregeld, collega's die wilden helpen. Alleen vervolgens de kaartjes weg te geven. Toen zeiden heel veel mensen van, klimaatneutrale voetbalwedstrijd. Toen kwam ik erachter dat heel veel mensen eigenlijk die vertaalslag nog niet echt konden maken. Maar toen ze er waren, hebben ze allemaal echt genoten. Dus ja, dat was een hele leuke avond. Nou, ik vind deze manier van dingen organiseren en ondernemen heel mooi. Zeker voor FC Dordt. Het is toch een nieuw businessmodel. Een businessmodel wat niet zozeer gaat om geld, maar om waarde creëren. Dat hebben ze heel mooi gedaan. En ook voor iedereen die erin mee heeft geparticipeerd, voor alle partners, heeft het ook veel opgeleverd. Dus ik vind het eigenlijk iets heel moois dat je rondom een bepaald doel, in dit geval de duurzaamheid, de energietransitie, dat je met elkaar samenwerkt en daarmee waarde creëert. Dat is echt, vind ik heel uniek. Nou, we hebben nu natuurlijk de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd gehad. En ik zie dit eigenlijk als het begin van onze reis. We hebben nog veel meer met elkaar te bereiken en te doen. Dit was een mooi startpunt. Alleen ik hoop dat we meer initiatieven blijven ontplooien om eigenlijk echt naar niet alleen zo'n klimaatneutrale voetbalwedstrijd of klimaatneutrale club, maar ook echt naar een klimaatneutraal Drechtstreden te streven.